Hi, welkom terug. Vandaag heb ik voor jullie een leuke video, vind ik zelf, namelijk een unboxing van Sephora.com, dus de Amerikaanse, niet de Franse. En dan heb ik een aantal producten die ik jullie ga laten zien uit de Disney collectie. Sephora en Disney hebben pas geleden, het is natuurlijk wel al langer geleden, maar de collectie is pas uitgekomen, een samenwerking en volgens mij hebben ze dat al vaker gedaan. En er is een collectie uitgekomen, een limited edition collectie. En die is geïnspireerd op Minnie Mouse. En ik vind Disney altijd wel heel erg leuk. Ik mag dan wel 40 zijn, maar het blijft ook altijd aantrekkingskracht hebben. Ik kijk graag naar de films. Ik heb het altijd leuk gevonden van kleins af aan. En ja, de klassieke verhalen, heerlijk. Ik hou ervan. En deze make-up die heeft gewoon een heel hoog hebbengehalte. En ik vond het zo mooi. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een aantal producten bestellen. En ik ga het jullie laten zien in een unboxing. Een uitgebreide review, swatches en dergelijke, look en zo. Dat komt er allemaal nog aan op mijn blog. En ja, verder heb ik volgens mij zo niks te zeggen. Dus ben je benieuwd? Blijf vooral gezellig kijken. Nou, het zit allemaal in deze grote doos. En het was allemaal ook heel netjes verpakt. Dat doen ze voor eigenlijk altijd wel. En ik kan het wel even laten zien. Nou, het ziet er zo uit in de doos. En het zijn eigenlijk 3 producten die ik heb gekocht. Ik heb deze doos, dit doosje en nog een doosje. Deze. En ik ga ze jullie allemaal laten zien. Als eerste vind ik dan het mooiste uit de hele collectie. Dat is deze doos. En daar zit een oogschaduwpalet in een clutch. En die clutch die kan je naar de hand ook nog gewoon, of je kan hem sowieso gebruiken. Maar je kan het er dus uithalen. Als allereerste de verpakking, die vind ik er heel erg mooi uitzien. Zwart met goud, helemaal geïnspireerd op Minnie. En ik denk dat deze dingen een beetje geïnspireerd zijn op de oren van Minnie. Zo ziet het eruit. Is dat nou niet super, super schattig, enig, beeldig? Ik vind het zo leuk. En het voelt ook niet goedkoop of plasticachtig aan. Het voelt een beetje leerachtig aan. Een soort van, het is natuurlijk geen echt leer, maar daardoor krijgt het wel een luxe uitstraling. Hierboven dan om het mee open en dicht te maken. En dan hangen dan van die, even kijken of je dat goed kan zien. Ja, zo'n dingetje aan. De oortjes zeg maar van Minnie Mouse. En dan maak je hem open. Het is echt een plaatje. Een hele grote spiegel. En dan staat XOXO Minnie. En dan allemaal hele mooie, allerlei gekleurde oogschaduws. Ik heb wel een zwak voor oogschaduwpaletten. Maar dat is volgens mij, ik vertel jullie daarmee volgens mij niks nieuws. En van wat ik op internet heb gezien, is de pigmentatie echt heel erg goed. Er zitten verschillende finishes in, zowel mat, shimmer, naturel tinten en gekleurde tinten. En ik vind deze bijvoorbeeld, zijn niet echt kleuren die ik graag of vaak draag. Maar toch, ik wil hier toch wel eens iets mee gaan proberen. Want ik vind het wel een hele mooie kleur paars. En ik vind de naturel tinten natuurlijk mooi. Deze kleur vind ik ook heel erg mooi. Dat groen zal ik denk ik niet heel snel dragen. En je kunt het er dus zo uithalen. Nou, dat lukt me zo niet 1, 2, 3 heel snel. Maar je kunt het er hier dus uithalen. En de spiegel kan je er hier dus uithalen. En dan heb je echt een tasje wat je dus nog een clutch die je vaker kan gebruiken als je dat wil. Ik denk niet dat ik hier echt heel snel mee zal gaan lopen. Ik vind het echt wel een heel mooi item om hier op mijn kamer ergens neer te leggen. En gewoon voor de show, voor de sier. Dat is altijd wel leuk. Dan dit doosje. En hier zitten 5 lipstains in. Zit in een heel leuk... Een metalen blik. Ook weer helemaal in goud met zwart. En dan maak je hem zo open. En dan zitten er dus 5 lipstains in. Het zijn minis, zeg maar. Dus geen full-size verpakkingen. Ook hier zit weer dit dingetje aan. Dat bedeltje, zeg maar. Heel erg leuk detail. En het zijn wel vrij klassieke kleuren. Een beetje paarsachtig. Oranje. Een echte klassieke rode. Een roze en een beetje een lichte nude peachy kleur. En dit zijn dus geen glossjes, maar echt lipstains. Dus ik ben hier ook wel heel benieuwd naar. En dan dit doosje. En hier zit ook echt iets heel moois in, vind ik zelf. Dit is namelijk een compact spiegel. Ik denk dat wij vrouwen heel vaak wel een spiegeltje in onze tas bij ons dragen. Ik meestal wel. En deze is wel echt super deluxe, want ik heb gewoon niet zo'n luxe spiegel. Het zijn dus weer de oren, zoals je ziet. En hij is helemaal goud. Het is ook niet van plastic. Het is best wel zwaar. Ook iets van metaal, ijzer, want het voelt heel zwaar aan. De binnenkant en ook hier staat weer XOXO Mini. En dan kan je hem dus dichtklappen. Ik vind hem zo leuk. Ik vind het echt zo'n verzamelstuk. Ik vind het wel een hele mooie, luxe, compact spiegel. Kan je zo makkelijk je make-up bewerken. Eén kant die vergroot. En de andere kant, deze is gewoon de normale. Kijken. Ja, de normale spiegel. Die vind ik echt super leuk. En daar zit ook nog een soort tasje, zo'n pouch bij. Waar je hem in kan doen, zodat hij niet beschadigd, niet bekrast.
En ook daar hangt weer het bedeltje hier bovenaan. Hangt er aan en dan kan je dan het spiegeltje zo makkelijk instoppen om mee te nemen. Ik vind het echt zo'n beeldige collectie. De prijs weet ik zo niet helemaal meer uit mijn hoofd. Volgens mij was het oogschaduwpalet rond de $45. De lipstains waren volgens mij $19. Pin me er niet helemaal op vast. En het spiegeltje was volgens mij $26. Want dat is dan echt wel ook wel zo'n hebben ding, zo'n must-have, zo'n collectors item. En dit was hem dan. Ik vind het een prachtige collectie. Nogmaals een uitgebreide review. Swatches en dergelijke. Look komt allemaal nog op mijn blog. Mocht je dat leuk vinden om te lezen, moet je gewoon even mijn blog glamouristicgirl.nl in de gaten houden. Linkje staat sowieso ook hieronder. En het komt niet bij de Franse Sephora te koop. Het is echt een exclusieve samenwerking tussen de Amerikaanse Sephora en Disney daar. Wel heel erg jammer, want dan was het allemaal net iets toegankelijker. Maar goed, mocht je het echt willen hebben, dan kan je het natuurlijk via Sephora.com bestellen. Het enige nadeel is daar wel dat je best wel hoge verzendkosten en taxes en al dat soort dingetjes betaalt. Dus het is niet heel goedkoop om daar een bestelling te plaatsen. Zeker niet voor één dingetje, dan is het toch echt wel de moeite waard om meerdere dingen te kopen. Of samen met iemand doen, dan kun je de kosten delen van het verzenden en zo. Nou, dit was hem dan echt. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet het blauw duimpje niet omhoog te doen. En waar ben jij het meest benieuwd naar van deze drie items? Laat het me weten hieronder in de comments. Of ga even naar mijn website glamouristicgirl.nl. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik ben ook benieuwd. Hou je ook van Disney of vind je het echt verschrikkelijk? Nou, ik ben in ieder geval benieuwd naar wat jij ervan vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En natuurlijk tot snel weer in de volgende video. Doeg!